Hey, ik ben Niels en welkom bij LSPDFR, een hele mond vol. Het is de politiemod die ook in GTA 4 had, maar nu in GTA 5. En dat is best wel awesome. En dan kun je wel zeggen, Niels, maar er was al eerder een politiemod hier, toch? Ja, maar deze is 10 keer cooler, oké? Okay? Dat gaan jullie zo wel zien. Het is gewoon... Die andere is volgens mij ook op deze gebaseerd, maar toen in GTA 4. En nu is hij eindelijk voor GTA 5, wat best wel heel cool is. En deze zou het wel moeten doen. Ik heb hem al een keer getest, ik heb er zelfs al een keer... video over gemaakt, maar goed, die besloot het helemaal niet te doen. Wat natuurlijk heel prettig was, want, you know, iedereen gooit graag een half uur aan gameplay materiaal weg. Dat is altijd fijn. En we kunnen kiezen hoe we eruit willen zien. Er is een hele hoop keuze. Ik ga toch denk ik gewoon voor de LSPD. Doen we mannelijk. Deze is goed. Ik wil wel haar hebben eigenlijk. Dat zou wel fijn zijn. Ik denk niet dat ik haar kan hebben. Wat verschil? Oh, een wapen. Ja, we willen wel een wapen in de holster. Nou, die hoeven niet. Dat ziet er vreemd uit. Ah, pet is ook goed. Ja, oké. We gaan voor de pet, jongens. We zijn die petboy. Die petboy politie. Is mooi. We willen de interceptor, want die is lekker snel. En we willen... sirene maakt niet uit, want die kunnen we aanzetten. En het extra lampje willen we ook. There we go. Nog niet zo heel veel customisatie dus. Alhoewel... oh, shit. Dat heb ik jullie nou niet laten zien. Maar je kan ook een Hydra selecteren. Ja, het slaat nergens op. Maar goed, het idee is dus dat je gewoon weer een agent bent. Je kan patrouilleren en je kan mensen aanhouden en zo. Er zit alleen geen taser in. Dat is wat ik heel vreemd vind. Want in GTA 4 hebben de makers van deze mod zelf een taser gemaakt. Dat zat oorspronkelijk niet in het spel. Dus die moesten ze zelf maken. En die werd er ook gewoon voor... Die werkt gewoon redelijk goed en zo. Maar ja, nu heeft GTA 5 heeft standaard een taser en die gebruiken ze dan helemaal niet. Dus ik weet niet zeker wat daarmee aan de hand is, maar goed. Jullie gaan me trouwens een hele hoop wegregels zien breken, want ik heb geen zin om daar op te wachten. Ik ben een agent, weet je, ik kan doen wat ik wil. Dat is hoe het werkt hier. Als ik even zo heel hard wil doorracen, dan kan dat. Want ja, ik ben een politieagent en dan is dat toegestaan of zoiets, denk ik. Ik weet niet zeker, ik vind van wel. Ja, nu is het wachten totdat we iets illegaals zien of we een call-out krijgen. Je kan ook gewoon mensen aanhouden, maar dat is een beetje een dik move, weet je wel. Ik zie nog niks illegaals hier gebeuren. Nog niet. Maar ik hou al deze mensen goed in de gaten. Oh man, wat doen die pionnen hier? Ja, oké. Okay. Nee, die staan er wel goed. Ja, oké. Okay. Goedgekeurd. Wat is hier aan de hand? Meneer... Deze man staat over de streep. Meneer, stop. En dan met shift kan je hem signalen dat hij moet stoppen. We gaan het wapen pakken. Een knuppel, ja. Want we weten het nooit zeker natuurlijk. Oh, er is een pursuit. Oké, daar moeten we heen. Laat maar zitten, dat is belangrijker. Ja, yep, pursuit, daar moeten we heen. Laat maar zitten. Doei. Dat is belangrijker. Er is waarschijnlijk iets gestolen of zo. Dat is belangrijker dan iemand die net 10 centimeter meer over de streep stond. Maar goed, nu moeten we even daarheen racen. Coming through. Weet je, het wordt wel pursuit genoemd, maar dat lijkt vrij... Oké, we gaan hier even tegen de richting in moeten gaan, denk ik. Oh, ze staan hier vast. Zit er? Stop. Stop. Nee, selecteer het pistool. Stap uit. Stap uit. Oké, there we go. We hebben hem. Hey. Oké, ga op de grond. Ja, there you go. Ga. Oké, hij werkt niet mee. There we go. Dat is hoe het werkt als agent. Hij werkt er niet mee. Oh fuck, nou is die andere... Ik denk dat die andere verdachte te voeten... Ja, die andere verdachte was te voet, dus dat moeten we nog kunnen inhalen. Oké, there we go. En nu even met de auto er voorbij racen. Coming through, politieagent. Pardon. Excusez-moi, ik heb haast. Meneer, dan moet u niet gewoon doorrijden als er een politieagent... Oh, hij heeft hem gearresteerd. Goed van hem. Oké, dan is dit opgelost. Pardon. Ik denk dat we even gaan moeten omdraaien hier, want we rijden een beetje gevaarlijk rond zo, maar goed. We gaan even hier scherpe bocht doen. Hallo meneer, sorry. Doei. Ja, dat is normaal. Dat, whatever. I don't care. We gaan gewoon doorrijden. Oh, er is een auto gestolen, jongens. Daar moeten we heen. Kan ik met mijn... Nee, ik kan niet met mijn GPS er even gauw iets op zetten, maar ik kan wel zo... Dat vind ik dan wel jammer, dat je dat niet even gauw kan selecteren. We gaan nog een politieachtervolging doen. Er stond... Oh, a suspect has escaped.
Ik kon niet eens meedoen aan de achtervolging. Beetje een teleurstelling dit, zeg. Oké, deze man. Ja. There we go. Ja, stop. Gaat hij nou... Wil hij nou vechten? Meneer, kom terug. Meneer. Jezus. Hij wil echt vechten. Nee, meneer. Meneer, stop. Oké, die kan niet meer gearresteerd worden. Haha, doei. Oké. Oké, er is alweer een auto gestolen. Daar gaan we naartoe. Let's go. Het lijkt het enige te zijn wat hier in deze stad gebeurt. Er worden gewoon non-stop auto's gestolen ofzo. Maar goed. Het heet ook niet voor niets Grand Theft Auto, I guess. Dat vind ik logisch. Oké, en de achtervolgingsding heeft een beetje een glitch. Het zorgt ervoor... Oh, fuck, ik ga aan deze kant op. Pardon, ik moet even dit stuk maken. Thank you. Een van de verdachten blijft gewoon staan. Er horen de twee in de auto te zitten, maar die ene blijft gewoon staan. Dus, hey, whatever. Stop. Stop. Meneer. Oké. Oh god. Meneer, stap uit de auto. Wat is hij nou? Nee, hij is af en toe een beetje jammer. Hij zit een klein beetje vast nu en dan kan hij zich niet bedenken. Ja, hij wil blijkbaar niet andere mensen rammen, dus dan rijdt hij maar... Meneer, stop de auto alsjeblieft. Dit is wel een shitty chase zo, meneer. Stop de fucking auto. Oké, ik druk per ongeluk op mijn sirene. Dat is niet de juiste klop. Oké. Hop, stop de auto, meneer. En stop met spontaan af te remmen in een high-speed achtervolging. Dat is echt dom. We moeten backup hebben. We hebben één auto erbij. We gaan dit netjes doen. Nee, suspect. Oh ja, dat is de suspect die verder weg stond. Ja, whatever. Beetje jammer dat ze pas op het laatste moment besluiten langs dingen te gaan rijden. Want op die manier is het best wel... Ik reageer is gewoon veel te traag. Oeh, daar had ik hem bijna. Oeps. Ik denk niet dat je als agent dat moet doen, maar goed, whatever. I don't care. Ik kan schieten, maar ik denk ook niet dat het helemaal van me verwacht wordt. Kijk, nou geeft hij gas. Nu heeft hij de ruimte, dus nu gaat hij ervoor. Ik denk dat ze... Oeh, sorry. Oh, hij steekt zijn middelvinger naar me op. Uit de auto, meneer. Jesus Christ, hij gaat rennen. Meneer. Jesus, meneer, komt terug. Oh my god. Thank you. En blijf liggen. Oh, hij heeft een wapen. Oh, maar... Is... Dat ene schot in zijn been was blijkbaar genoeg om uit te schakelen. Oké, dan. Maar daar kan je me niet verantwoordelijk voor houden. Ik bedoel, kom op. Wie gaat nou al neer van zoiets, weet je? Dat is niet mijn schuld, vind ik. Nou jongens, jullie gaan het niet geloven, maar er is dus gewoon nog een auto gestolen. Er gebeurt hier vrij weinig buiten autodiefstallen, I guess. Wat een beetje jammer is. Maar goed, het is nog een van de eerste versies van de mod. En ik weet zeker dat het uiteindelijk meer verdeeld zal zijn, maar... Zijn ze nou de heuvel opgegaan? Oké. Okay. Oh. En die ene gast blijft weer gewoon staan. Oké, doei. We gaan die man gewoon achterlaten, want het is niet leuk om achter iemand aan te gaan die stilstaat. En dit is een high-speed chase nu. Oké, we gaan even wat meer backup. Seriously? Ga er gewoon omheen, man. Oh, ik druk. Dit was awkward. Oh, en nou rijden we door. Nu rijden we vol in de... De AI mag wel wat agressiever zijn, denk ik. Want het is... Dit is een beetje tragisch, dat als er één klein autootje voor hun zit, dat ze gewoon niet besluiten om heen te gaan. Nee. Ze gaan er gewoon achter hangen, zoals elke crimineel doet. Weet je, een beetje bumper. Hier, man, stop met het bumper kleven. Rijd er gewoon langs. Doorrijden, kom op. Anders hebben we geen achtervolging, jeetje. Ik kan ook nog helpen met je baan. Je bent een shit crimineel. Op. Ja, nou geef van de weg af ook. Oh, kijk, daar is de backup. Stop. Ik denk dat ik zijn band net heb geraakt, dat is mooi. Let's go. Kijk, die auto achter je gaat nog harder. Oh, sorry, auto achter hem. And you're dead. There we go, en nu uitstappen alsjeblieft.
Stop met... Waarom rent iedereen weg? Oh my god, ik heb hier geen zin in. Mijn vrouw, kom terug. Oké, okay, here we go. Die kant op. Mevrouw. Stop. Mevrouw, stop. Serieus, u kunt niet wegrennen van een auto. There we go. Oeps. Ja. Oh mijn god, ga er maar gewoon op. Daar. Bijna, ja. Ga je het oplossen? Oh my god, en ze gaan nog steeds rennen. Ze hebben echt moeite met die anima. Oké, weet je. Opgelost. Doei. Soms moet je even gewoon een handje helpen. Deze man loopt gewoon door rood licht. Levensgevaarlijk, meneer. Stop met lopen. Op, deur tegen je aan. Handen omhoog. Ga jij wel meewerken? Ik hoop maar voor je. Ja. Steeds onderin. Lekker. Jezus, meneer. Thank you. There we go, we hebben hem. We hebben hem gearresteerd, jongens. Oh fuck, er is een pursuit. Oké, meneer, kom met ons mee, want er is een pursuit waar we heen moeten. Meneer, kom mee. Meneer, stap in, meneer. There we go, thank you. Dit is onze nieuwe vriend, Pablo. En ja, hij gaat met ons mee. Ja. Want we moeten ondertussen even andere mensen arresteren. Dus hij gaat met ons mee in een high-speed achtervolging. Waarin ik een hele hoop gras... Oh my god, hij zit op een motor. Dat kan zo erg fout gaan. Ja. Maar je kan er ook gewoon tussendoor rijden, weet je wel. En nog moet je afremmen. Wees dus een beetje crimineel en weet er gewoon langs te rijden. Ik bedoel, kom op. Maar even serieus, hoe je snel gewoon kan stoppen met rijden. Thanks. There we go. Really? Makkelijk genoeg. Oké, seriously? Motherfucker, stop. Stop. Heeft hij nou een wapen? Ja, maar het is weer geen probleem. Oké, waarom gaan al deze mensen gewoon omvallen van schoten in hun poten? Dat is, haha, dat rijmt. Maar dat is niet logisch. Oké, we gaan Pablo wel even naar het politiebureau brengen. Waar is... ik weet, we moeten hem bij zo'n hekje dumpen. Waar is zo'n hekje? Pablo, waar moeten we je heen brengen? Waar is dat? We zouden hier toch eentje moeten hebben, neem ik aan. Staan ze niet op de kaart? Dat kan ook wel. Dat is alleen in de mini- ja, ik denk dat ze alleen op de minimap staan. Dat is onhandig. Oh wel. Ik hoop dat Pablo in ieder geval een leuke excursie vond voordat hij naar de gevangenis gaat voor door rood lopen. Wat natuurlijk een heel serieus iets is. Dat kan je niet zomaar doen. Oh. Oké, we hebben weer andere dingen te doen. Er zijn nu eindelijk daadwerkelijk vuurwapens bij betrokken. Dus ik weet zeker dat het veilig is om Pablo mee naartoe te nemen. It's pursuit of armed suspects. Dus, you know. Zit ze op een voertuig? Ja, ze zitten op een voertuig. Oh my god, het is een armored Kuruma. Are you kidding me? What the fuck moet ik hier dan tegen doen? Wij gaan meer backup nodig hebben. Als ik zo even goed kan rijden. Aan de kant. We gaan nieuws air support nodig hebben. Een nieuw SWAT team, alsjeblieft. Wat? Oh, ik dacht dat ze even aan. Nee, maar het is de Kuruma daar. Oké, we moeten meer auto's. De State Patrol Units 2. Ja, yeah, there we go. Oh, wat? Ik heb... There we go! Take him the fuck out! Dat is veilig in een woonwijk. Ik zie niet wat er fout zou kunnen gaan. Oké, misschien moet ik er niet achterrijden. Oh, jezus. Is Pablo oké? Ik denk dat Pablo oké is. Jezus. Nou, nu gaan ze er wel vandoor, hoor. We gaan ze krijgen, als ik niet de kaart crash. Wow. De heli was terug. Dat is toch niet veilig?
And the armored Kuruma doesn't give a shit. Oh, there's the SWAT team. Fuck you. Het goed is, moet je wel door die ramen kunnen raken. Misschien dat ik Pablo hier eigenlijk niet mee naartoe had moeten nemen. Holy Jesus! Oké, Pablo uit de auto. Oh dear god. Ik denk dat die helikopter ons een klein beetje genaaid heeft. Om de een of andere reden. Ik weet ook niet hoe ik tegen een armored Kuruma had moeten gaan. Anders, maar you know. Oh ja, we kunnen hem nu natuurlijk gewoon nog achtervolgen, want dat is logisch. Nou, dan gaan we dat even doen. Meneer, uw auto. Ah, of dat ding. Ja, dat werkt ook, hè. Meneer, geef me uw auto. Ik heb dingen te doen. Oké, ik ben een belangrijke politieagent. Ik moet een armored Kuruma tegenhouden. Dus ik heb uw smart nodig. Oh my god, daar gaat hij vandoor. Oké, we gaan hem neerhalen, jongens. In dit ding. Ik weet zeker dat het goed gaat komen. Deze dingen kunnen best wel hard. Dus ik denk dat ik hem wel kan inhalen, op zich. Als ik gewoon een beetje doorrij, dan moet het helemaal goed komen. En dan doe ik gewoon de hele tijd zo toeteren alsof de sirene is. En dan denken mensen dat het net echt is. Alright, jongens. Ik moest de halve GTA-map voor overrijden. Maar ik heb ze eindelijk gevonden. En ik heb nu echt 6 helikopters aangevraagd. Ik ben dat serieus gewoon een hele berg overgereden en zo. En dan rijden ze me gewoon weer voorbij. Maar ik heb het gehaald in dit ding. Dus ik ben eigenlijk zeer onder de indruk van mezelf. Het is te doen. Oké, there we go. Die heli's hebben we nodig. There we go. Die moeten hem kunnen uitschakelen. Ook als ik hem niet kan bijhouden, want dit ding kan geen bochten maken op zand. Ik denk dat het is gelukt. Is dat gelukt? Zie. Oh ja, kijk nou. Zie, het enige wat we ervoor nodig hadden was een vastberaden agent in zo'n klein invalide autootje. En 6 fucking helikopters met raketten en miniguns. En dan ben je gewoon klaar om te gaan. Dat is hartstikke mooi. Dus ik denk dat ik deze video hier ga beëindigen. Mijn naam is Niels. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je meer video's wil zien. Ik denk dat ik nog eens terugkom bij deze mod. Als er wat meer aan toegevoegd is. En you know, meer coole dingen. En niet ineens een armored fucking Kuruma waar je niks tegen kan doen. En dus druk op dat duimpje omhoog als je video leuk vond wat ik waarschijnlijk al heb gezegd. En tot de volgende keer. Peace.